De 80 centimeter dikke ijslaag op het IJsselmeer belet de boten uit te varen. Maar ze maakte het tevens mogelijk dat auto's het ijs op konden om naar Noord-Holland en terug te rijden. Ja, de winter van 1962 op 1963, dat was een zeer koude winter. Een van de koudste winters die we hebben gehad. In ieder geval een van de meest barre winters. Begon al in november, want toen ging het al sneeuwen en leverde dat al een behoorlijk sneeuwdek op. En ja, vanaf december vroor het bijna constant 3 maanden lang, iedere dag wel. We hebben ook een hele reeks ijsdagen gezien, zeker in het noorden, waar bijna 20 tot 30 dagen achter elkaar de temperatuur niet boven nul kwam. We hadden te maken met een situatie waarbij heel vaak de noordoostelijke stroming dominant was, die zeer koude lucht vanuit het noorden aanvoerde. Maar op hetzelfde moment was er ook regelmatig eigenlijk wel een poging tot een dooiaanval. Alleen werd die steeds afgeslagen door de kou. En als zo'n dooiaanval gaande is, dan valt er ijsel of er valt sneeuw. En als het daarna weer gaat opklaren en er is een sneeuwdek gevallen, dan wordt die kou als het ware versterkt. En daardoor bleven we maar constant in de circulatie zitten met een noordooststroming en zeer koude lucht. Een flink aantal wagens vertrok uit het oude Friese stadje voor de lange tocht naar de overkant. Ook de wegenwacht was present om de automobilisten die zich op glad ijs waagden zo nodig bij te staan. Ja, dat waren echt duizenden auto's die achter elkaar in een soort van optocht die tocht reden. Je moet je ook voorstellen dat de ANWB speciaal voor die toertocht ook bordjes op het IJsselmeer had neergezet. Welke kant men op moest rijden. En er is zelfs een benzinestation halverwege het ijs, halverwege de route neergezet. De impact van deze winter was enorm op de Nederlandse samenleving, want vooral ook het noorden van het land had te maken met sneeuwval en ook soms sneeuwstormen. Het zorgde er uiteindelijk voor dat delen van Nederland ook echt geïsoleerd raakten. De Waddeneilanden bijvoorbeeld waren een tijd niet bereikbaar en men moest van alles bedenken om daar toch bijvoorbeeld kolen te krijgen, zodat men kon blijven stoken. Voedsel natuurlijk, het was echt enorm. Er zal nog lang nagepraat worden over de schitterende autotochten op het IJsselmeer en ook over de schaatstochten.